Astrid uit Gent vraagt zich af hoe ze haar foundation op een naturele manier kan aanbrengen. De basis om je foundation heel natuurlijk te houden is eigenlijk een goed gereinigde en gehydrateerde huid. Het is dus eigenlijk belangrijk dat je voor je foundation aan gaat brengen eerst een beetje dagcrème smeert en daarvoor je huid mooi reinigt met een mild reinigingsproduct. Laat die dagcrème wel een beetje intrekken, want anders is je huid nog te vet en gaat je foundation minder goed vermengen en het resultaat weer minder natuurlijk worden. Wat is eigenlijk het belang van die dagcrème en die hydratatie? Is eigenlijk vooral dat je huid er mooier zal uitzien, zal egaler zijn, gaat er ook gezonder uitzien en je make-up gaat veel gemakkelijker vermengen met je huid. Voor een natuurlijk resultaat is het eigenlijk belangrijk dat je geen te dikkende foundation kiest. Dat die met andere woorden niet te zwaar en te dik op je gezicht ligt. Er zijn eigenlijk verschillende types waar je uit kan kiezen, maar de drie grootste zijn eigenlijk vloeibaar, een stick foundation of poeder. En eigenlijk ga je die een beetje afstemmen op je huidtype. Heb je een droge huid, dan kan je kiezen voor een vloeibare foundation, maar zorg er dan voor dat daar een beetje hydraterende bestanddelen in zitten of voeg desnoods een druppeltje neutrale huidolie toe aan je foundation, want dan zal die nog net iets meer gaan hydrateren en de droge plekjes in je gezicht gaan verhullen. Heb je een gevoelige huid of een wat rijpere huid, dan is een minerale foundation een goede keuze. Dat is eigenlijk losse poeder die je heel natuurlijk kan aanbrengen en daar zitten voor de rest geen bewaarmiddelen in, geen parfum en geen synthetische stoffen, waardoor je huid niet zal gaan reageren als die gevoelig is. Voor de rijpere huid is het dan weer handig dat het poeder niet kan ophopen in de fijne lijntjes in je gezicht. Voor de vettere huid is een foundation stick dan weer een goede keuze. Die is iets droger qua textuur en gaat dus een beetje matterend werken, maar toch nog een klein beetje een gezonde gloed op je gelaat houden. De volgende stap is om de kleur van je foundation te gaan kiezen. En dat is een heel belangrijke, want als je te licht gaat of te donker gaat, dan krijg je weer een onnatuurlijk resultaat. Het is immers niet de bedoeling om je gelaat donkerder te gaan maken of bruiner te gaan maken met foundation. Eigenlijk ga je alles mooi egaliseren, zodat je een goede basis hebt om van daaruit de rest van je make-up te gaan opbouwen. De beste referentie om de kleur van je foundation te beoordelen is je hals. Niet je hand en niet de rest van je gezicht, want de huid van je hand is helemaal anders en de rest van je gelaat heeft vaak nog extra roodheden of wat pigmentatie, waardoor je een vertekend beeld krijgt. Bovendien is het eigenlijk het mooiste als je de kleur van je foundation naadloos overgaat in je hals, want dan krijg je één geheel dat heel natuurlijk oogt. Om dus je foundation uiteindelijk te gaan testen, ga je eigenlijk de kleur testen op de zijkant van je wang. Kies verschillende tinten waarvan je op het zicht denkt dat ze bij jouw gelaat gaan passen. En dan ga je een streep zetten op je wang, die een klein beetje indeppen en kijken of de kleur naadloos overgaat in de kleur van je nek. Twijfel je toch nog, dan kan je een tweede kleur of zelfs een derde kleur daarnaast testen om te kijken welke het beste matcht. En als je echt nog altijd niet weet of de kleur juist zit, dan kan het ook helpen om een stipje in de nek te zetten en kijken of de kleur daar naadloos in elkaar overgaat. Niet alleen de kleur van je foundation en het type foundation dat je kiest is belangrijk voor een natuurlijk resultaat, maar eigenlijk minstens even belangrijk is de manier waarop je je foundation gaat aanbrengen. Er zijn dus verschillende manieren. Je kan je handen gebruiken, je kan een make-up borstel gebruiken of je kan een sponsje gebruiken. Belangrijk is gewoon altijd dat je echte foundation in je huid gaat duwen. Alle manieren die dus eigenlijk meer vegend zijn, zijn minder geschikt, omdat je dan de foundation gewoon op je gezicht gaat leggen. Ook als je dus je vingers gebruikt, is het belangrijk om echt te gaan tokkelen, zodat alles er mooi in geblend wordt. Ik gebruik graag een make-up sponsje of beauty blender om foundation aan te brengen. Dat is eigenlijk een hele snelle manier om foundation aan te brengen, maar ook heel natuurlijk, omdat het sponsje de overtollige foundation zal opnemen, waardoor je een heel egaal resultaat krijgt. Hoe ga je dit nu gebruiken? Je gaat allereerst het sponsje lichtjes vochtig maken, door het even onder de kraan te houden en daarna het overtollige vocht eruit te knijpen. De makkelijkste manier om je foundation aan te brengen met het sponsje is eigenlijk door een beetje foundation op de rug van je hand aan te brengen en dan stipjes te zetten op je gezicht. Die kan je dan vervolgens met de zijkant van je sponsje al simpelend gaan uitwerken. Is je gelaat helemaal egaal, dan heb je verder geen foundation meer nodig. Merk je toch dat er ergens nog wat roodheid doorkomt of andere oneffenheden, dan kan je op die plekken nog een tweede laag foundation aanbrengen. Nu je foundation is aangebracht, heb je een goede basis om van hieruit je make-up verder te gaan opbouwen. Vind je dat de foundation nog iets te veel blinkt, dan kan je nog een matterend en fixerend poeder gebruiken om eigenlijk die glans een beetje weg te nemen en het resultaat ook weer iets natuurlijker te maken. Breng verder ook zeker wat concealer aan onder de ogen, want dat is een zone die altijd wat donkerder is en die je dus een beetje mag oplichten. En gebruik tenslotte ook een blush om een mooi blosje op je wangen te geven en je gezicht weer wat meer kleur te geven. Tot de volgende keer!